as his own copy, as his own yard.
prosperity. And the neighboring countries, as they are sphere of influence, and he openly says it. So I think that his idea about Ukraine, his perception of Ukraine, is the country that belongs to Russia. In many ways, actually, have been playing the role of Russia. And talking about Indian Empire, wasn't getting the conditions acceptable to Kiev? Are we talking about the current status quo? Are we talking about taking back the territories that were occupied during the last 7 months? Or are we looking at, for example, Lviv, Crimea, and the east of the country? What's going to be the red line for Kiev? Any negotiation about the resolution of the war might start with the reintegration of our sovereign territories. Territorial integrity and sovereignty is something that cannot, may not, should not, and will not be bargained, traded, and compromised. And only after that, we can speak about reparations, we can speak about how Russia can stay in space, because I believe that they described it already many times. Now, there is a view that Russia sees this conflict as existential in nature, and there's an assessment that President Putin believes now or never. How far do you think he can go, or has he lost the capacity to continue this war? It's a very complex question. It cannot be responded with several messages or several sentences, because the war, in the meaning of this comprehensive understanding, is not only the connection of war that we see on the south hand and the eastern part of that country. It has many dimensions. Information, energy, economy, migration, everything is there. And I believe and we see it in the field this way, that in order to have victory, we have to be efficient in all of these dimensions. And our strategy is also clear that, okay, what's within the Russian economy is very sensitive issues. Whenever Russia has a strength to finance its army, to buy weaponry from the countries who are ready to sell this weaponry in all these countries, when Russia is able to cover its expenses, mainly and first of all, military expenses, then it is capable of killing our people. So again, the sanctions that we regret are others, and we have the sanctions, the influence, but still it has long-term and short-term effects. In fact, the other way is the political pressure. It's also very important because it will say economic, non-relation policy. It's not something that happens just because it is normal, not recognized violation and violation of international law. Unfortunately, the reality, you have to fight for it. And Ukraine did it that way to keep this issue of the agenda, for example, climate information that was decided in 2021, was about actually having this issue on the surface because the information was looking down for years and then we started as a diplomatic effort. Everything was about diplomatic effort, but then the 24th of February changed, drastically changed everything. So now our people doesn't have any doubt whether to fight or to fight, how to negotiate, you know, it's not about getting people. It is also truth, and I really want all those who listen to us and watch this video, this piece of interview, understand the feeling of hearing people that we will fight for our territory because it's something that is essential in nature. One of the international concerns in the context of Ukraine is the power plant, nuclear power plant. We've had some inspectors from the IAEA visit that area. The Russians are blaming the Ukrainians, saying that it's the Ukrainians who are shutting that area. How do you evaluate the Russian concerns? Why is Russia so keen on maintaining control when the technical staff is actually claiming it? Russia is the country that attacked us in 2014, before they attacked Georgia in 2008, and they kind of tried to have frozen conflicts in many other parts of the world. You have your case in Russia and Syria. I mean, we can see what is at play in this country. But then we also have to understand that it is an unprovoked war, that Ukraine is a country that needs help, because otherwise Ukraine will not be capable of winning this war. The aggression will be much bigger, and then it will grow, and then the larger scenario will be more.
your government is welcoming the creation of a possible safe zone around the nuclear power plant. What's the state of the government and how are you to break it? What are Kiev's plans to perhaps? The next state, international organizations, observers, AIA experts, is crucial because no one can guarantee that Russia might provoke something, catastrophe, by any, and their shells is a clear evidence that they might have a consequence of this. We don't know what kind of scenarios might be at the backside of these actions, shellings and so on. We can only guess, but I don't want to spell the guess here in good representative. So for us, it's crucial that international organizations have access to the territory as a safeguard that the catastrophe is not going to happen. Turkey has an immediate injury to this conflict. It's actually between the foreign ministers of the two countries. But what's preventing the presidents of Ukraine and Russia from coming together? President Erdogan has repeatedly offered for them to come to Istanbul and talk. What are the obstacles at the moment? I probably may not be informed again because there are different meetings of presidents and something that is not in my knowledge. But I think the main obstacle is actually absence of will of Russia. Because my president has been many times clearly saying that he wanted to meet President Putin to talk to him openly. And this discussion might bring us to a result. And then we also agree to reflection on the issue that Turkey demonstrates, especially to the president of Turkey and J.P. Erdogan. Actually, it is best to put together the problems, I would say, in order that this is going to happen. And then I think that, again, the question is what will be discussed during this meeting? We have our position, we know it, we don't hide it under the carpet. My president is clear that Ukraine has been targeted by Russia and attacked by Russia, that territorial integrity and sovereignty is the fundamental issue. And then everything on the top should be discussed according to these fundamental issues. This is what he would probably say to the president to do a meeting. But then the other question is that President Putin, obviously, by committing his crimes over the next 8 years, he's not going to discuss it because their position is that these are the group of people who are saving Ukrainians from other Ukrainians, they are having them helping a special operation, you know, of course. If they believe their narrative, which is a false narrative and false reality, what might they discuss with the Ukrainian side? So I think that Russia can demonstrate that absence of will for constructiveness. By the way, judging Ukraine and blaming Ukraine that we are ready for negotiations again, it's possibly up to this period. So, as of now, we don't see the potential of negotiation because when it comes to the resolution of the war, the main position about having territorial integrity and sovereignty is unclear. Mr. Thank you for joining us. Yes, that was an interview of Vladimir Teletivina, is the official minister for Ukraine, and they told us what we do for the situation in Ukraine. We're going further. We have been a part of the Irwan Moya Theater, so we have a way for the dance art, dance act, and Irwan Fanon's performance. Performer van avond en verder zullen wij gaan met een paar video's die wij ook straks zullen bekijken. Het gaat om video's, Franse video, support Ukraine, support Crimea en Tatar. Dus we hebben hier wat mooie dingen op het programma staan. Dus we gaan verder. Maar voordat ik verder ga, wil ik een verhaal vertellen over mezelf, zowel in het Engels. Een verhaal over de kracht van woorden. So when I was a child growing up,
shall never speak, write, nor read. Not because I wasn't born healthy, but it was an idea that most of my relatives had about me after realizing that I was feeling often at school. As I'm telling you this story, I still can hear the voices of the people who are telling my parents that I'm retarded and that I can't learn. Even my mother had lost her hope in me. But the only person who never gave up on me was my father. I remember the first time when I finally graduated from the elementary school, my father was the first person I've got. At that time, I was working in a different state, so I'd call him and give him updates about my graduation. So I called them up, and I told them that I got the results today, and I'm finally graduated after working so hard and failing a couple of times. When I finished my speech, I was waiting for an answer, because I knew for myself that what my father would tell me on the phone that day is what I would believe about myself for the rest of my life. You know what he told me? He said, "I'm proud of you, and I'm glad you didn't give up." I was thinking to myself, if this man is proud of me at my lowest success, doesn't he deserve to see me at my highest? And that's exactly the words that made me the man that I am today. What I want to tell you with this story is that words are powerful. Use them correctly to shape someone's future. You might never know, there are a lot of people who are counting on your words. It may be your child, it may be your spouse, your family, your friends, it may be someone you agree, like we are talking about tonight. Someone from another country, people are counting on your words, because words are powerful. The statement I'm going to make with this story is, words are powerful. Use them correctly to shape someone's future. That's the message of all. So, we'll come further. We have one more video. We have one more video, so we'll be able to look at it. And that is a French video, Sur UA. Because it's great teaching.
We would like to express our support of such good and important intentions. Besides, we would like to express our support to Crimean theaters, which are an integral part of Ukrainian political nation and which are suffering in the terrible conditions of Russian occupation of the peninsula. Glory to Suriname, glory to Ukraine. Ukraina ons
concern at all, so mooi kan lezen en praten. We zullen verder gaan, zoals ik eerder heb aangegeven, we zullen een dance act krijgen. En dat is van Arsenio Brandvloed. En maar voordat wij overgaan op zijn dance act, zullen wij in een brief stappen, maar dat is 10 minuten hoor. Jullie zijn gewoon op jullie plek zitten. Terwijl hij zich voorbereidt, dan kunnen we hiervoor hier gezellig naar muziek luisteren. Yes. Thank you.
wanneer we ons hele leven gevangen zitten in de grond van onwetendheid, hebben we geen besef van de wereld om ons heen, maar staan van wie we werkelijk zijn, wat we zijn en ons waarde doen hier op moeder aarde. De schaduwen die worden geprojecteerd op de wand van illusie, van mensen, situaties en voorwerpen, zijn onze enige realiteit. Is deze realiteit onze enige werkelijke waarheid? Vastgenageld, kunnen geen kant op. Beperkte gedachten, overtuigingen, handelingen. Ons lichaam, ziel en geest verlangen naar vrijheid, de waarheid. Wat als we nu ontketend worden? De pijn die eerst vrijkomt op weg naar de nieuwe realiteit. Vrijheid en waarheid kennen het licht. We zullen nu een presentatie krijgen van Asino. Hij is de founder van ARC Platform, een platform waarover u binnenkort of in de komende periode meer zullen horen.
der Verdacht der Miliz kam. Und der Ieder ist geboren met daar kracht. Het is het doorzettingsvermogen dat de duurzaamheid van onze goden toekomst bepaalt. Niet alleen het vertrouwen in eigen kunnen, maar ook het besef van eigen daadkracht. We moeten gaan beseffen dat de toekomst niet langer voor ons ligt, maar in ons, door ons. Jij en ik zijn de dragers van de toekomst. Verborgen in jouw talent, jouw idee en gewilligheid, precies daar ligt de volle glorie van ons bestaan. Je streef jezelf op en vlieg een stok af van je voeten. We hebben misschien gevallen, maar dat is niet het einde. Onze grootste overwinning is net een noodvallen en dat we telkens als we struikelen, weer afstaan en blijven dromen. Ik geloof in ons, omdat ik geloof heb in ons eigen daadkracht. Mooie performance, hè? Van Persino Brandvlu, zoals hij eerder gezegd, zoals hij eerder heeft gezegd, hij is de founder van Mooie Platform en hij zal binnenkort daarmee bezig zijn. Verder zullen wij een toespraak krijgen van Kimberly Brandon. Mag ik uitnodigen met een dame applaus? Goedenavond nogmaals. Ik sta een beetje tussen jullie heen lopen zodat jullie me warm te voelen. Niemand is alleen, we zijn één. Hoe je er ook uitziet, maakt niet uit wat je vanaf de geboorte geleerd hebt. Maakt niet uit welke kleur je haar heeft of de vorm van je haar. Of het geslacht waaruit je voorkomt. Of de generatie. Of de klasse. Of de functie, het zijn er heel wat dingen die wij aanleren vanaf de geboorte. Ik heb vernomen van bibismas. Vroeger toen wij geboren werden, toen was er inderdaad een heel onderzoek gedaan over de dag dat je bent geboren, de maand, het jaar, uit welk geslacht je voorkomt en natuurlijk de voorouders. Men ging dieper in de historie van jou, voordat jou een naam gegeven werd. Nu doen we het in 2 seconden. Ja toch? Mensen, jullie mogen reacties geven. Ik communiceer met jullie. Is dat zo? In 2 seconden krijg je een naam. En je hebt gewoon een naam met een hele mooie betekenis. Maar je bent veel meer dan je naam. Als je goed met mij doordenkt aan de woorden die ik nu uitspreek. Door veel wat ons geleerd wordt. Niet alles wat ons geleerd wordt. Maar door heel veel wat ons geleerd wordt. Creëer een scheiding tussen Javanen, tussen Hindustanen, tussen Chinezen, tussen de Negers, de Blanken. Noem maar op alle volkeren die bestaan. Klopt dat? Er zijn momenten waar we één zijn als we denken aan oud opnieuw. We vieren het feest in de hele wereld. Suriname, altijd opnieuw een geweldig feest. En het is ook, want we doen het heel goed. Maar wanneer een andere momenten aanbreken, dan vechten we met elkaar. Soms wijzen we op onze kleur, op ons haar. We zeggen alle Chinezen zijn zo, alle Javanen zijn zo, alle Hindustanen zijn zo. En ik weet zeker dat iedereen zich kan herkennen in één ding wat ik uitspreek, als je eerlijk met jezelf bent. Geen oordeel naar niemand, maar wel eerlijkheid, eerlijk zijn met jezelf. En dan zul je afvragen waarom ik dit zeg. We hebben het vanavond over de ondersteuning van Suriname, het land Suriname, naar Oekraïne toe, primair. Dat zijn de 2 vlaggen die jullie hier voorop zien. Dit is van Oekraïne en die is van Crimea. Hier links van mij heb je de heer Yuri Kosensky. Mijn hele mooie dame hier links is volgens
mij omvergevallen, dat is de vicevoorzitter van Buitenlandse Zaken in Oekraïne. Maar haar focus is meer op Crimea. En hier rechts van mij, deze heer hier, de eerste. Hun namen zijn een beetje moeilijk, neem me niet kwalijk. Oké, dit is een van mij, ik wil het graag goed doen. Maar deze heer is de eerste president geweest in Crimea. En deze heer, Stepan Bandera, hij is een man geweest, dat wil zeggen hij heeft niet meer. Hij is een vrijheidsstrijder geweest van Oekraïne. Zijn bloed is gevloeid met vele anderen voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. En wanneer ik praat over Oekraïne, dan heb ik het ook over Crimea. Voor degenen die het niet weten, Crimea is een schiereiland. En ze hebben wel hun eigen taal. De mensen noemen we Crimean Tatar people, of mensen. Maar Oekraïne en Crimea horen wel bij elkaar. Ze hebben dezelfde rechten en plichten. Je moet ze zien als één. De vlag die je daar ziet, een interessante rood-zwarte vlag. De vlag brengt de betekenis terug naar ieder moment dat Oekraïne en Crimea moesten strijden voor hun levens. Ieder moment dat bloed is gevallen. Het zwart stelt voor moeder aarde en het rood, het bloed van de mensen die heeft gevloeid. Dus wanneer zij hun oorlog voelen, zul je deze vlag zien waaien. Sorry. Deze vlag zul je zien waaien. Zal het zien waaien. De reden waarom ik dit allemaal naar voren breng, is dat u beter gaat beseffen dat die synagogen en die moskee die we in Suriname naast elkaar hebben, dat is gewoon, daar is gewoon geen sprake van in een ander land. Het is iets wat je niet eens durft te vragen om te doen. Omdat het niet kan. Wij in dit land beseffen niet wat we hebben. We beseffen niet dat die Javaanse buurman die naast die Staanse buurvrouw woont, gewoon even een oogje gooit wanneer je de ruim bent. Maar in een ander land gebeurt dat niet. Want dat zijn de hokjes waarin we worden geplaatst. En ik zeg het gewoon hoe het is. Het is religie. Het is cultuur. Het is de taal. Het is de bevolkingsgroep. Het is het land waarin je woont. Het is het werelddeel. Van alles proberen we 10 hokjes te creëren. En diezelfde 10 hokjes moeten weer één vormen. Dus soms zijn we zo. Soms zijn we 1 en soms niet. 1 januari zijn we 1. Vandaag niet. 31 december zijn we weer bij elkaar. En daarna weer niet. Besef wat we hebben in dit land. Deze twee landen hebben eigenlijk soortgelijke geschiedenis gehad. Deze landen in Suriname. Je mag hem zien als een soortgelijke vrijheidsstrijder die Suriname ook heeft gehad. Er zijn mensen die hebben gestreden om dit land ook in Jemen te leiden naar onafhankelijkheid. Ik wil je terugbrengen naar wat vrede betekent. Wat liefde betekent. Wat blijdschap betekent. Besef je dat je veel meer bent dan dit wat weer sterft wanneer je in de grond wordt gelegd. Dan dit wat iedere dag groeit. Dan de functie die je bekleedt bij EBS of staatsolie. We gaan allemaal hetzelfde grond in. En de mensen daar in Oekraïne zullen beseffen wat wij hier hebben. We hebben elkaar. We lijken niet op elkaar misschien van buiten. Ons bloed is allemaal rood. Maar zij smachten ook naar hetzelfde. Ze waarderen en respecteren Suriname op een zodanig niveau waar wij geen besef van hebben. En de naam die heel weinig genoemd is vanavond, Jason Joy, is de enige Surinamer op dit moment in Oekraïne die ook de oorlog heeft meegemaakt, wat velen van ons niet weten. Hij heeft het initiatief genomen om Suriname neer te zetten in een land die nog streeft eigenlijk naar die vrijheid, want ze hebben nu te kampen met die invasion van Rusland. Gaat allemaal weer terug naar het verleden, want Oekraïne was kolonie van Rusland. En hetzelfde met Crimea. Besef wat we hebben hier. Besef wat we hebben. Besef dat vrede bij jezelf.
sedert de wereld begint bezig, het is echt zo. Het is echt zo. Neem een voorbeeld van wanneer je kinderen hebt. Naar wie kijken ze? Wie doet ze na? Jou doet ze na. Dus in principe zal je kinderen niet moeten opvoeden. Je zou jezelf moeten opvoeden. Ja toch? Je zou jezelf moeten opvoeden. Want dan gaan ze je nadoen. En als je het goede doet, doen ze het goede. Dan praat ik echt over de kleintjes. En als je het slecht doet, dan doen ze het ook. Maar dan worden we boos. Maar wat doe je? Dan moet je even terug naar jezelf kijken. Want ze kijken altijd naar hun ouders. Wat. Wij zijn allemaal evenveel verantwoordelijk. Voor rust, voor liefde, voor vrede, voor blijdschap, voor peace on earth. We zijn allemaal evenveel verantwoordelijk als mensheid. We kunnen geen vinger wijzen op anderen, maar dan wijzen drie vingers terug naar jou. We hebben allemaal samen onze handen te plaatsen en één vuist te vormen. Begrijp dat vrede hier begint. En van hieruit zal het stralen in elke omgeving waar je komt. Beginnen het thuis. Familie, vrienden, kennissen, werk. Besef dat. Besef dat. Laten we teruggaan. Nou, wanneer ik naar je kijk, zie ik mijn broer en mijn zus. Ik zie geen Japan meer, ik zie geen Chinees meer, ik zie geen president meer of wat dan ook. We zijn allemaal mensen, maar we hebben allemaal een geest. We zijn lichaam, ziel en geest, we zijn allemaal bloed, rood bloed van binnen. En we zijn allemaal gecreëerd door dezelfde schepper. Die naar ons kijkt. Wat wij doen en hoe wij doen. En als we allemaal zeggen van, ik ben fout geweest. Laten we het goed doen. Ik zeg, laten we het goed doen. Deze peace on earth die wij willen, waarnaar wij smachten. Laten wij onze handen samenzetten. En alle verschillen opzij zetten uiteindelijk van al deze eeuwen. Dat de wereld vecht. Oorlogen hier, oorlogen daar. Wees niet bang om te praten wanneer het over de waarheid gaat. Weet dat God achter je staat. Weet dat God achter je staat. Spreek je waarheid waar je bent. En weet dat hoe meer deze lichtjes beginnen te branden, het zal zich verspreiden. En mensen zullen zich bij elkaar mengen, want wij hebben allemaal het licht in ons. Maar we moeten willen wandelen. Ik hoop dat na deze avond, dat het dieper in jullie is gaan zitten. Wat dit allemaal betekent, wat we vandaag bij elkaar hebben gebracht. Hoe het ook is gegaan, God alleen weet waarom. Maar we zijn hier. En ik ben blij dat jullie allemaal die hier zijn. Ik ben blij dat jullie willing zijn om te luisteren, om mee te doen. Om dat geduld op te brengen met ons. En Jason ook aan de andere kant, hij hoort mijn stem nu. Heel zenuwachtig en heel wat, als ik het even kort over hem mag hebben. Hij is een initiatiefnemer van het neerzetten van Suriname in Oekraïne. U mag allemaal op zijn Facebook-account gaan en kijken wat hij allemaal heeft gedaan tot nu toe in één jaar. Eén enkele individu uit Suriname, Jason Joy. U mag hem echt een applaus geven. Deze heer is een van ze, voorzitter van een NGO, dat is een non-governmental organization. En ze zijn nog steeds bezig, desondanks alles wat er gebeurt. Ik mag u eerlijk zeggen, ik ben iedere dag, ieder moment in contact met Jason. En er is elke dag geen stroom, geen water, geen wifi. Hoe zouden wij doen als we het niet hadden iedere dag? Van de kleinste dingen klagen we. En Jason zet gewoon door, tot vandaag. Ik ben al zo lang bezig hiermee. Ik wil jullie alleen maar wakker schudden. Dat we meer moeten gaan danken. En minder kijken naar de problemen. En als u naar het probleem kijkt, los hem op. En als u geen handen heeft om een advies of van anderen uit een probleem niet kan oplossen, laat het volledig gaan. In je mind, in je ziel, in je body. Let it go. Alles in het leven verandert. Het rompertje dat je vroeger droeg, kan je nu niet meer aandoen. Het kan niet meer, ook al zou je proberen. Let's go back to unity, to oneness. Alleen zo kunnen we de wereld veranderen. Alleen zo kunnen we peace hebben on earth. Alleen zo met de boodschappen die bijvoorbeeld artiesten hebben gebracht als Bob Marley, Michael.
Michael Jackson, Tupac, zijn er een heleboel. Bob Marley zong vaak over One Love. Hij zong over government en bepaalde type boodschappen bracht hij naar voren. Ik weet niet als jullie dat weten. Maar het is zo waarschijnlijk hij One Love, One Heart. Desondanks de buitenkant van binnen zijn we allemaal hetzelfde. En ik denk met vanavond dat iedereen met een extra besef naar huis gaat, een extra bewustzijn. En dat we en ieder hier het verschil zal gaan uitmaken. En dat we het samen gaan doen. We kunnen het. We gaan niet wachten op een president of wie dan ook. Laten we niet oordelen, laten we bij onszelf beginnen met de verandering. En dan komt het wel. En het gaat verder tot een hoger niveau, waar er oorlogen worden gevoerd. Zal het uitbreiden. En zo komt de peace van beurt. Het komt niet gewoon met een briefje. Het begint bij onszelf. Zijn jullie ready om het maar bij jezelf te beginnen? Zijn jullie ready? Mag ik het horen? Zijn jullie ready? Ik hoor de mensen daar niet. Zijn jullie ready? Oké. Ik weet beter. Ik wil jullie danken dat jullie hier waren en dat was een deel van mijn toespraak. Peace on earth. Peace within. Peace without. Zij is zeker een van de personen die achter dit alles staat en zeker hard heeft gewerkt. Om dit alles neer te zetten. Dus maak nog een dame applaus.
Rafael Jumeina. Ik wil alle mensen in de mooiste witte shirt naar voren roepen. U mogen gelijk samen met mij staan. De mensen van de kamer, team. Links daar achter, rechts achter. Voordat ik verder ga. Sí, gracias.